Ik zie door de bomen het bos niet. Zoveel verschillende adviezen en meningen. Wat zijn volgens jou nou goede oefeningen om te doen? Nou, deze vraag die kreeg ik ook ingestuurd. En deze vraag krijg ik ook heel erg regelmatig. En dat snap ik, want ja, er zijn zoveel verschillende theorieën, stromingen, ideeën, meningen. Dat het soms heel erg overweldigend is. En dat je gewoon niet meer weet wat nou goed is om te doen. Nou, mijn mening, mijn persoonlijke voorkeur, dat wil ik graag uitleggen in deze podcastaflevering. Want wat ik denk, wat goede ademhalingsoefeningen zijn, dat zijn oefeningen die jou rust en ontspanning geven. Hè? Want bij hyperventilatie, bij veel stress, hebben we natuurlijk veel te veel stress in ons systeem, in ons lichaam. En daardoor is je ademhaling verstoord geraakt. Als jij dan oefeningen gaat doen die jou nog meer stress geven, dan versterk je dat stressgevoel. En als eerste, zeker om mee te beginnen, is het dus gewoon heel erg belangrijk dat er veel meer rust in jouw systeem komt. En dat doe je dus ook door oefeningen te doen die jou een positief gevoel geven. Maar ook een gevoel van ontspanning en een gevoel van rust. Dus oefeningen dat jij heel erg, bijvoorbeeld heel erg je adem in moet houden. Het is heel erg goed, hè? Theoretisch is het goed. Als het jou een stressgevoel geeft, dan zou ik daar niet mee beginnen. Want het allerbelangrijkste is dat er eerst rust komt in jou. En daar kan je oefeningen natuurlijk voor gebruiken. En op het moment dat er meer rust in jouw systeem is, dan kan je beginnen met oefeningen die ervoor zorgen dat die koolzuurbalans bijvoorbeeld wat meer in orde komt. Dat die beter in balans is. Hè? Om daarmee aan de slag te gaan. Maar eerst is het dus belangrijk, mijn mening, mijn persoonlijke voorkeur, dat is ook hoe ik het doe, is om te zorgen voor rust en ontspanning. Dus het doen van ontspanningsoefeningen is minstens net zo belangrijk, of soms zelfs belangrijker, dan het doen van ademhalingsoefeningen. Vooral in het begin, als jij net last hebt van hyperventilatie, je hebt net de diagnose gehad, je zit gewoon heel hoog in dat gevoel, in die angst, in die paniek, in die onrust, dan is het vaak gewoon beter om je te focussen op ontspanningsoefeningen dan op ademhalingsoefeningen. Daarom ben ik geen voorstander van het doen van teloefeningen. Later wel, in het begin echt niet, want dat tellen dat zorgt voor focus op de ademhaling. Het gevoel van moeten, je moet al zoveel, dan moet je ook nog zoveel tellen inademen. Dat lukt vaak niet, want het wordt benauwd. Word je er niet lekker van. Het is veel efficiënter om andere soorten oefeningen te doen. Namelijk, belangrijk. Ik zal een paar punten opnoemen die ik dus heel erg belangrijk vind. Ontspannen van je ademhalingsspieren. Kijk, die ademhalingsspieren die zijn overbelast geraakt door het te veel te ademen. En door die stresssysteem. Hè? Door die stressreactie. Je lichaam span je spieren aan. Dus spieren raken overbelast. En onder andere dus je ademhalingsspieren. Vooral je middenrif, en dat merk je aan de onderkant van je ribben, dit hoogte van je maag, maar ook de spieren van je ribbenkast, hè, dus je borstkas, je nek- en schouderspieren, die zijn vaak gewoon zo gespannen, zo overbelast, zo pijnlijk, dat die helemaal verkrampt zijn en dat er daardoor ook te weinig ruimte is om goed te ademen. Kijk, ga jij dan alleen maar bijvoorbeeld boksademhaling doen, heel fijne oefening, maar als je daarmee gaat beginnen, dan doe je dus niks aan het ontspannen van je spieren. Er zit niet genoeg ruimte in je lichaam om goed te ademen. En ik ben voorstander van efficiëntie. We moeten al heel veel en we willen het zo snel mogelijk natuurlijk oplossen. En dan is het in mijn mening dus belangrijk om die ademhalingsspieren aan te pakken, die te leren ontspannen, zodat er ruimte komt in je lichaam. Want dat is heel erg belangrijk, waardoor je vanzelf dus aanhalingstekens beter gaat ademen. En want door stress en angst zijn die spieren dus allemaal strak en gespannen geraakt. En wat dus ook leidt tot oppervlakkig, maar ook echt goed, dat je niet lekker goed kan ademen. Dus het is belangrijk om die ademhalingsspieren om die aan te pakken. Nou, oefeningen die dus gericht zijn op het ontspannen van die spieren. Helpen je lichaam om over te schakelen naar een staat van stress naar een meer ontspannen staat. Waarbij die ademhaling dus dieper en rustiger, maar vooral efficiënter wordt. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Hè? Dat je ademhalingsspieren, dat die ontspannen raken. Dat daar ruimte komt
om goed te ademen. En dat is dus ook het volgende stapje, wat ik belangrijk vind, is dus het ruimte creëren in je lichaam. Het actief creëren van ruimte in je lichaam en vooral in die borst, in die buik, hè, dat middenrif, stelt de ademhalingsspieren in staat om vrijer en vollediger te bewegen. Hè, dus dat er ruimte is om goed te ademen. Want gespannen spieren zijn korte spieren en daardoor is er niet genoeg ruimte om goed te ademen. Als jij de hele tijd je buik aangespannen hebt, omdat er zoveel spanning zit, of dat middenrif is helemaal gespannen, dat het overbelast is, dan lukt het gewoon niet om goed te ademen. Dus dan doe je niks verkeerd, maar ja, het moet gewoon dan op een andere manier. Er zijn bijvoorbeeld oefeningen, zoals rekoefeningetjes van je bovenlichaam, maar ook heel erg belangrijk is je houding. Hè? Want als je in elkaar gezakt zit, kan je ook niet goed ademen. Ook oefeningen die er echt voor zorgen dat die middenrifspier ontspant en waardoor daar ruimte komt, maar ook je borstkasspieren. Die zijn gewoon echt, dat is zo ontzettend belangrijk om mee aan de slag te gaan. En vooral in het begin om mee aan de slag te gaan. Nou, het belang van ontspanning is, dat heb ik natuurlijk al benoemd, maar dat zou ik nog een keertje, want stress en hyperventilatie, die gaan hand in hand. En door het zorgen voor een veel meer ontspannen staat van je lichaam en ook je hoofd, en kan je dus die cirkel, die vicieuze cirkel van stress en die versnelde ademhaling doorbreken. En bijvoorbeeld visualisatieoefeningen, mindfulness, meditatie, yoga, bodyscan, Jacobsen vind ik heel fijn. Hè? Dat zijn oefeningen die ervoor zorgen dat je lichaam tot rust komt, hè? Dat die stresssysteem dat dan naar beneden komt en dat daardoor je beter kan ademen. Nou, wat voorbeelden van goede oefeningen zijn bijvoorbeeld middenrif ademhaling. Waarbij je je focust op dat middenrif, dat je die goed leert ontspannen. In plaats van dat je dus nog meer in je buik gaat leren ademen. Maar dat kan alleen als die spieren goed functioneren. Wat ook goed is, en dat vind ik dus weer een stap voor, ik noem het dat maar gevorderde. Hè? Van als eerst moet je zorgen voor ruimte, eerst voor ontspanning. En dan kan je bijvoorbeeld die verlengde uitademing gaan doen. Dat je zorgt dat de uitademing wat langer is dan de inademing. Nou, dat helpt dan weer heel goed om je zenuwstelsel te kalmeren. Nou, heb je bijvoorbeeld de boxademhaling. Bijvoorbeeld 4 tellen in, 4 tellen vasthouden, 4 tellen uit, 4 tellen weer vasthouden. En dat herhaal je dan voor een aantal minuten. En dat zorgt ook voor dat je zenuwstelsel kalmeert. Dus dat kan je daarnaast heel goed doen. Maar, nog een keer, het creëren van ruimte en ontspanning in je systeem is de eerste en allerbelangrijkste stap. Een bodyscan, ook een belangrijke en hele fijne om te doen. Die zorgt er ook voor dat je beter bewust wordt van je lichaam. Waar zit de spanning? Hoe voelt mijn lichaam? Ga ik over mijn grenzen? Weet je, dat zijn dingen die belangrijk zijn om je bewust van te zijn. Daar kan je bijvoorbeeld de bodyscan meditatie goed voor gebruiken. Nou, als je in mijn podcast heel erg naar beneden scrolt, dan staat er ook een geleide meditatie van de bodyscan die ik voor je heb opgenomen, die je gratis kan beluisteren. Ook bijvoorbeeld de Jacobsen oefening. Hè, dat is aanspannen, ontspannen van je spieren. Heel fijn, een hele belangrijke oefening. Daar heb ik ook een meditatie voor je op opgenomen. Nou, dus die middenrif, die is ontzettend belangrijk om mee aan de slag te gaan. En dat is ook een ademhalingsspier die heel veel klachten kan geven. Een gespannen middenrif geeft bijvoorbeeld maagklachten. Het gevoel van niet goed kunnen in en uit en doorademen. Veel behoefte om te zuchten, luchthonger. Maar ook bijvoorbeeld gewoon pijn onder de kant van je ribben en rondom je maag. Nou, die kan je echt heel goed ontspannen. Er zijn echt heel fijne, makkelijke, simpele oefeningen voor weer aan de slag te gaan. En die zijn gewoon heel erg belangrijk om te doen. Nou, dus nog één keer. Het is dus echt super belangrijk om ademhalingsspieren te leren ontspannen. Vooral dat middenrif, hè, want zolang dat gespannen is, dan kan je boksen ademhalen wat je wil bijvoorbeeld. Maar dan blijft dat gewoon gespannen. Nog een belangrijk puntje, want die komt ook heel vaak voor. Hoe vaak moet ik oefenen? Wat is het beste om te oefenen? Welke frequentie? Nou, mijn idee is het, je kunt beter elk uur iets doen, dan één keer per dag wat langer oefenen. En daarom zijn de oefeningen die je altijd van mij krijgt, zijn ook oefeningen die je vaak heel simpel, makkelijk tussendoor kan doen. En
Ja, dus probeer elk uur iets te doen. Hè? Bijvoorbeeld even een korte bodyscan. Dat kan je ook prima achter je bureau doen. Een rondje draaien met je schouders. Hè? Dat je schouderspieren ontspannen. En er zijn nog veel meer simpele oefeningen die je elk uur eventjes iets kan doen. En dat is vaak efficiënter, effectiever hè, om te doen dan dat je één lange oefensessie per dag doet. Mag je daar helemaal niet een lange oefensessie doen? Natuurlijk wel. Maar daarnaast liefst ook elk uur iets. En dat helpt ook hè, door je het vaker doet om je bewust te maken van die ademhaling, van die spanningsopbouw. En daardoor zorg je ook voor dat je de gedurende de dag gewoon veel meer rust in je systeem hebt. Meer rust in je lichaam hebt. En dat die spanning vooral zich niet zo hoog opbouwt. Dan zou je meteen merken dat je bijvoorbeeld veel beter gaat slapen. Dus liever korte, regelmatige sessies. Gewoon korte oefeningen doen. Het liefst elk uur. En dat even rekken en strekken bijvoorbeeld. Ontzettend fijn. Goed voor die doorbloeding. En daarmee ook voor je ademhaling. Dus dat liever dan als je de keuze moet maken. Liever elk uur iets dan één keer per dag wat langer. Nou, dus dat is mijn mening, mijn persoonlijke voorkeur over wat voor ademhalingsoefeningen goed zijn om te doen en hoe je dat het beste kan doen. De afgelopen week heb ik heel veel vragen beantwoord die je kunt beluisteren in de podcast. Ik zal zeker nog veel meer vragen gaan beantwoorden. Ik heb een hele lange lijst inmiddels. Dus hou de podcast goed in de gaten en luister zeker ook naar de andere afleveringen. In de tussentijd kan je natuurlijk op mijn website kijken www.hyperventilatiecoach.nl waar je heel veel uitleg en tips kunt vinden. Via de zoekbalk kan je dan bijvoorbeeld zoeken op je klacht en dan krijg je alle uitleg te zien. En kijk zeker ook bij de cursussen. Zo heb ik een cursus bijvoorbeeld echt gericht op het middenrif te leren ontspannen met ademhalingsoefeningen. En ik heb een cursus Leer weer goed ademen, waarbij je echt oefeningen krijgt om weer goed naar je buik te leren ademen. Nou, zal je niet verbazen, dat zijn dus oefeningen die ruimte creëren in je lichaam. Die zorgen voor meer ontspanning en vooral gericht op die ademhalingsspieren, dat er goed ruimte komt en dat die goed ontspannen. Dus kijk zeker als je geïnteresseerd bent om er nou echt mee aan de slag te gaan bij de online cursussen. Als je twijfelt dat je denkt, ja maar Nicole, welke cursus is nou geschikt voor mij? Dan kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen en dan geef ik je heel graag advies. Nou, bedankt voor het luisteren. En nog één keer mijn website www.hyperventilatiecoach.nl. En tot bij een volgende aflevering.